Wat de nieuwe CO2-waarde betreft is die sprong miniem. We hebben zelfs enkele modellen en versies waar we een betere CO2-uitstoot scoren in de WLTP in vergelijking met de NEDC. Bij Mazda zijn we overtuigd dat dat nog lang bij dromen zal blijven. Onze overtuiging is dat het toch een lange periode zal zijn waarbij dat een wagen beter voorzien wordt van een slimme verbrandingsmotor. Wij vinden dat een autoconstructeur niet per se een mobility provider moet zijn. Je kan perfect samenwerken met andere partijen, maar wij aanzien Mazda eerder als een mobility provider die vooral passie brengt en rijplezier. En dat is toch een ander verhaal dan puur enkel mobiliteit. Mijn persoonlijke mening is dat vermoedelijk de WLTP-score meer volgens de realiteit zal zijn. Maar alles staat of valt met de fiscaliteit dat eraan gekoppeld wordt. Voor ons is Mazda 6 het flagship wat betreft fleet in ons gamma. En dat heeft vooral te maken met dat we echt een hele goede deal naar aftrekbaarheid en voordelen alle aard kunnen bieden. Nummer 1. Zou ik zeker Mazda aanbieden aan mijn personeel. Omdat mobiliteit moet fun zijn en je moet mensen de mogelijkheid geven om toch met een plezier in je company cars morgens te stappen en naar het werkterrein. Het is hoog tijd dat Mazda de titel van Fleet Manager of the Year wint en dat het cordon sanitair rond de Challenger brand doorbroken wordt.